Take your marks. Vlinderslag naar rugslag aan de leiding Lisa Kruge, 31-64. Tweede tijd voor Linda Kamperman daar en de derde tijd voor Ilona Venema. Kirsten Verhallen die meldt zich bij de voorste vier dames die nagenoeg in één lijn liggen tijdens deze laatste meters rugslag. Baan 5, Ilona Venema. Zij gaat nu als eerste keren. Dat doet ze in 1.10.34. En gisteren op deze afstand zwemster in baan 7, Jonge Modeman. Nieuw Nederlands record. Toen zong ze als tussentijd op de rugslag 1.29.55 en nu 1.29.46. Ze zitten iets onder haar Nederlands record SM7. Zijn ze er in baan 7 dus voor Link. In baan 3 Lisa Kruger 1.55.48. Haar keertijd en daarmee is ze dik een seconde sneller dan dat ze gisteren was. Laatste 15 meter. Lisa Kruger nog aan de leiding. We zien wel in baan 4 Kirsten Verhallen nog de aanval doen. En dan is het toch Kirsten Verhallen die als eerste aantikt. 2:30.58. Dat is de tijd die ze daar zwemt. Dan kijken we naar die mooie tijd van Lisa Kruger. Want 2:30.87 is de limiet voor de WK Paralympics. Kijken we naar Lisa de Bruinsma, 2:51.21. Ze zong hem gisteren en vandaag ook voor Bruinsma opnieuw de WK Paralympisch. En Jonne Moleman, ze zwemt hier in baan nummer 7, zong gisteren Nederlands record op deze afstand 3:17.46. En dan komt ze rondom die tijd binnen en dan is het in deze ronde 2:3:17:24 en voor Moleman een nieuw Nederlands record. Uitslag is officieel van deze C-finale en gaan we verder met de B-finale 200 meter wisselslag dames.